Ik vind deze zo leuk. Kijk nou. Hier ligt een model. Kijk, mooi hè? It's so pretty! Sexy, sexy. Good morning! Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb net gesport en dat heb ik niet gefilmd. Ik ga het ooit wel voor jullie filmen, denk ik. Maar ja, ik had zoiets van. Waarom is de lens zo vies, joh? Ik dacht, laat ik maar eerst even zeg maar zorgen dat ik me. Dat ik alle oefeningen goed ken en zo. Ik kon even koffie zetten, maar ik moet even kijken wat voor koffie we nog hebben. In ieder geval, het ging heel goed. En het is nu 10:30. Dus ik heb best wel vroeg gesport, om 9:00 ongeveer. Maar het ging goed. Nu ga ik even lekker koffie zetten en wat eten. Ik heb wel een beter, maar dat is helemaal weggezakt. Dus dat is even de planning. Ik heb even lekker gedoucht en ik heb deze aan. En die is nieuw. Deze is van de Only volgens mij. Met van die dingetjes hier. En ik heb een pakket binnengekregen van Comet Fashion. Dus ik ga het even openmaken. Ik pak even een schaar. En wat wel leuk is, is dat Comet Fashion mijn allereerste sponsor was. Ooit. Deze vind ik super cute. Kijk, het is zo'n. Kijk, mutsen staan mij niet echt, maar weet je, who cares? Ik vind. Oh, ik moet wel recht op doen. Zo. Zal ik hem even. Misschien zit de voorkant. Kijk, er zitten van die dingetjes aan. Dan nog iets heel dicht. Deze vind ik echt super leuk. Kijk hoe je het moet doen. Hier, dat doe je dan zo op. En het leek me echt super chill. Zeg maar, ik vind oorwarmers nooit zo super mooi. En dit vond ik wel tof. Ik heb ook niet geen make-up op, dus ik zie er gewoon een beetje uit te zwerven vandaag. Kijk. Deze kan ik niet voor je aandoen. Maar, oh my god. I love it. Dit is een jurkje. Meer hoef ik er ook niet over te zeggen, want I mean... Hoe leuk is dit? Ik ga het sowieso aan hebben optreden, jongen. Oh my god. En dan iets waar ik echt super, super, super veel zin in had. Om te gaan dragen, vooral. Oh. Met een capuchon. Zitten er zakken in? Oh my god, hier word ik zo autistisch van. Oh my god, hier word ik heel autistisch van. Ik kan echt niet... Oh, ha! Gevonden, er zitten zakken in. Ik vind deze zo leuk. Kijk nou. Oh my god. Ik vind het echt... Dit is mijn leven. Sorry, maar... Ik vind zo'n jas. Ik heb wel van die bondjassen, maar met muts... I can't handle. Dit is zo leuk. Ik vind deze ook gewoon super cute. Echt een hele leuke jas. Ik ga even... Oh, ik heb trouwens mijn opgemaakt. Even snel, een klein beetje. En ik ga nu even... Ja, maar mijn lens is... Er is echt iets mee. Het is onscherp. Pikkies. Dit is echt heel raar. Nou, als jullie het niet aan scherp vinden, vind ik het prima. Ik ga dus even spullen halen om te koken vanavond. Oh, dat recept moet ik wel even opzoeken trouwens. En dan ga ik dus vanavond pasta pesto... Oh, hij stelt gewoon niet scherp. Hij heeft echt moeite met scherp stellen. Oké, dan ga ik vanavond dus pasta pesto pollo maken voor mama met kip erin. En dan ga ik koekjes maken denk ik vanmiddag. Of morgen, dat kan ook. Dat ik het in ieder geval haal vandaag. Dat ik vandaag even lekker mijn kamer opruim of zo. Kijk, nu is die dus wel scherp. Oké. Okay. Hij was dus net de hele tijd niet scherp.
Ik ga dus zo meteen naar het dorp om de ingrediënten te halen voor pasta pesto pollo. En ik kijk net of die scherp is, heel irritant. En dan ga ik koekjes tegen dingen halen. En nog even een nieuwe waterfles bij de Zeeman. Want die had ik nieuw, super chill. Alleen, die heb ik dan ook gelijk laten liggen gisteren bij het optreden. Dus, en mijn vlog wil niet uploaden in mijn laptop. En ik ga dit cutie pie'tje naar de achterkamer brengen. Anders klimt hij straks de kerstboom in. Oh ja, ik wilde trouwens mijn nagels laten doen. Voor het eerst acrylnagels laten zetten voor de kerst. Maar ik ben natuurlijk een beetje dom. Dat zit helemaal vol nu als je dat nu gaat boeken. Dus dat is een beetje jammer. Nou, ik ga dus weg. Ik ga dus even mijn mijn tas pakken. En dan ga ik even lekker naar het dorp. Nou, lekker. Ik heb er niet super veel zin in, maar... Ik heb een kersttrui aan en ik ga nu spullen pakken, want ik ga koekjes maken. Kerstkoekjes. Ik heb gisteren al spullen gekocht. Ik ga het in de achterkamer filmen, dus ja, dat ga ik dan van mijn klaar zetten. Thank you.
De volgende. Wij zijn terug van het optreden. En dat was heel leuk. We zijn allebei moe. Ik niet. Ik wel, heel erg. Ik ben echt dood. Nou. We zijn nu in Panterij, in de Panterij. En dat is een basisschool hier in Zeewolde. En mijn vader heeft die school zeg maar opgericht. Hij was directeur van deze school. En toen is die opgevolgd door Els. En Els gaat nu weg. Dus daarvoor zijn we met afscheid. En ik ga optreden als verrassing. Dus ik ben super moe. Maar het is wel heel leuk. En mijn haar is echt super stijl terwijl ik het vandaag heb gekrast. En ik maak een steek aan. Het is vandaag donderdag, mijn haar is heel raar. Ik heb er al een best wel lange ochtend op zitten. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik laat zo mijn nagels zien. En ik heb even lekker kibbeling gehaald. Dus dat ga ik nu, daar ligt het, kijken. Dat ga ik nu eten. En ik ga lekker weer Riverdale kijken. Want die staat weer, als het goed is, online. Oh nee, kut. Het was afgelopen, hè. Oh, hier word ik echt verdrietig van. Oh, maar misschien ding is niet. Oké, ik ga in ieder geval lekker allemaal leuke dingen kijken. En vanmiddag ga ik een script oefenen met Stef, want ik heb morgen een auditie. En ik mag niet vertellen waarvoor, maar ik laat het vandaag zien. Kijk. Beetje dat roze. Je kan het niet heel goed zien. Mooi, hè? Oh my god, hier had ik zoveel zin in. Het smaakte zo goed. Oh my god. Dit is echt zo lekker. Ik heb er al een hele dag op zitten, maar ik mag niet vertellen, nou tenminste ik heb er niet gedaan voor iets, maar ik mag niet zeggen voor wat. En we hebben net mijn hele kamer veranderd. Ik heb mijn chaps al geknipseld. Dus ik zal even laten zien hoe mijn kamer eruit ziet. Kijk, hier staat nu dat ding. Hier ligt een model. Daar hangen dingen, dat is nieuw. Dit is mijn rommelhoekje met mandarijnen. Naar het dorp. Ja. Naar het dorp. Naar een kerstmarkt. Kerstmarkt. Nee. Leuk man. Ja. Hoi, goedemiddag. Ik heb vandaag mijn wimpers laten doen. Wacht even. Nou, hij is dan niet scherp. Kijk. Kijk, mooi hè. Bij Wimper Extensions is dit wel de. Good morning. Ik heb gisteren eigenlijk amper gefilmd. En ik ga vandaag ook eigenlijk niet echt filmen. Want het is vanavond kerstavond. En wij gaan vanmiddag met mijn broer en mijn schoonzus en mijn ouders en met deze. Gaan we bowlen en vanavond uit eten. En dan is er kerst. En dat is allemaal denk ik een beetje gewoon family time. En dat hoef ik niet echt, zeg maar, ja, dat vind ik het niet leuk om alles in beeld te brengen. En bijna niemand wil ook in beeld, dus daar hebben jullie eigenlijk niks aan. Auw, auw. En na kerst denk ik dat ik weer gewoon ga filmen. Maar jullie zien denk ik wel foto's en zo online en op Snapchat en zo. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende week vlog. Doei. Oh ja, ik wil nog één ding laten zien. Of volgens mij heb ik dat al laten zien. Je kan niet kijken. Ja. It's so pretty! Van deze gekregen. We zijn Temptation Island aan het kijken. We zijn alleen maar Vlaams aan het praten. Maar bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. En ik zag dat jullie een vriend zullen kunnen doen. Tot de volgende keer! Heart beat light from
niet scherp. Nee. Ja, 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 bijna. Ja. Ai. Toch even een vlog bij het kerstdiner. Ik heb net wijn geprobeerd en bier. En ik heb alles aan Stefan gegeven, maar niet meer lekker. Julia krijgt hoofdpijn na 2 snoekjes. Ik kan echt niet tegen alcohol. Julia is pussy. We kijken weer daarin, hè? We kijken niet aan. Oh ja. Julia is pussy. Knipogels naar de kijkers. Knipogels naar de kijkers. Nou, doe eens. Sexy, 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 sexy.